Hij begon als hacker en techno-anarchist. Wij hebben geloof ik wel 20 manieren gepubliceerd om gratis te bellen. En waarom? Voor de kick. Hij werd de man die het internet naar Nederland bracht. Maar het was echt een soort politieke statement. Hij wilde iedereen toegang geven tot het internet. Nu, 20 jaar later, ziet hij ook de schaduwkanten van de door hem zo gepropageerde technologie. Willen we dat? Is dat echt wat we willen? Denk daar nou eens heel goed over na. Is dat nou echt wat we willen? Vanavond, iedereen op internet. Het verhaal van internetgoeroe Rob Gongrijp. Ik was veel meer een activist. Veel meer bezig met computers moeten beter beveiligd, privacy moet beter beschermd. De staat en de grote bedrijven vertellen ons lang niet alles. En opeens was ik een soort heel algemene internet-evangelist. Van luister, er gaan allemaal dingen veranderen, de hele wereld wordt anders. Ik ben helemaal niet zo'n vreselijke evangelist, maar wij werden dat wel. Zeker in de begintijd van Access for All hadden we een hele rare rol, dat wij de mensen moesten vertellen dat het internet niet eng was en dat het fantastisch ging worden en dat het heel groot ging worden. Tegen een wereld die dat deels, zeker zeg maar, helemaal in het begin, zo, nog helemaal niet geloofde. Wij riepen al van netwerken worden heel groot op het moment dat het hele internet er nog niet, voor de mensen nog niet was. Dus ja, dan kijken mensen je alleen maar heel wazig aan. Electro-wizards en andere technotypes, of in gewoon Nederlands computergekken. Zo'n 500 zijn uit alle delen van de wereld naar Lelystad gekomen voor een zomercongres. De polder is tot vrijdag het centrum van het computeruniversum. Ik was een van de eerste die het organiseerde in 1993. Een evenement waar 2500 mensen die iets met computers hebben, of iets met internet, of iets met vrijheid, of iets met op een groot grasveld samenkomen en daar een complete stad bouwen. Steeds meer mensen hebben in hun dagelijkse leven met de computer te maken. Maar de informatie die via de computer wordt uitgewisseld, kan te gemakkelijk ook door anderen worden gelezen. Deze oproep komt uit de wereld van de hackers, computerkrakers die op een kampeerterrein bij Almere bijeen zijn voor een internationaal congres. Ik pleit er in ieder geval voor dat mensen zich realiseren hoe weinig anonimiteit en privacy er nog overblijft in de nieuwe samenleving waar we nu naartoe gaan. En waar we dan de grenzen stellen en waar het belang van bijvoorbeeld opsporing, een legitiem belang, waar dat begint. En waar de privacy van de burger eindigt is iets waar we met z'n allen uit moeten komen, maar ik pleit er wel voor dat mensen zich om die dingen druk gaan maken. De steeds verdere voortschrijding van de technologie. Is het nou een zegen of is het een vloek? Ik had vroeger, dan hebben we het over 10 jaar geleden, geroepen een zegen. Ongetwijfeld. Dit geeft de mensen, gewone mensen, zoveel macht en zoveel meer communicatie en controle over hun eigen denken en hun eigen informatie. Dat de negatieve kanten daarvan kunnen daar nooit tegen opwegen. Dat vind ik eigenlijk nog steeds, maar wel met wat minder overtuiging. Ik heb daar wel mijn twijfels bij. Als ik zie de hoeveelheid controle die er nu is op het internet, de hoeveelheid controle die regeringen willen hebben, wat ze allemaal lukt, de wetten die ze erdoor krijgen, zeker in het kader van terrorisme, terrorismebestrijding, de macht die overheden weten te concentreren, dan denk ik van ja, dat is toch meer dan ik gedacht had. Dit is het kantoortje van NH6, GSMK. Hier maken wij de cryptofoon. Wij maken veilige telefoons. Telefoons die je niet kunt afluisteren. Je bent nu eigenlijk aan de andere kant. Je bent nu zelf beveiliger geworden. Ja. Ja, wij maken een product waarvan we denken dat het maximaal veilig is. En waarom is dat nodig? Ik bedoel, om het even praktisch gezien. Ik koop een cryptofoon bij jou, een beveiligde telefoon. Kan ik daarmee naar elke andere telefoon bellen? Nee, je hebt 2 cryptofoons nodig. Je kunt van de ene cryptofoon bellen naar de andere cryptofoon. En dan wordt er tussen die telefoons een dataverbinding gemaakt. En daarna kun je veilig bellen tussen die 2 telefoons. En dan heb ik de zekerheid dat ik niet kan worden afgeluisterd als ik met de ene cryptofoon naar de andere bel? Het is maximaal moeilijk. En als je alle sleutels die voor die communicatie gebruikt wordt zou willen uitproberen, dan heb je daar met de allersnelste computers van dit moment een hoeveelheid tijd voor nodig die langer is dan de resterende levensduur van het universum. Dat heb ik niet gemaakt. Ik heb er niks mee te maken. Ik zag het hier liggen. Het lag hier. Maar ik ben het wel helemaal eens met wat eronder staat.
Stemcomputers zijn vreselijk gevaarlijk. Tegen de tijd dat de kijker dit ziet, weet de kijker dat al niet meer, maar dit is de dag van de verkiezingen. Dit zijn de eerste verkiezingen in Amsterdam waarbij stemcomputers worden gebruikt. En stemcomputers zijn doodbloedlink. Het stemproces vroeger werkte zo dat er in elk stembureau zitten drie leden van het stembureau. En die leden tellen de briefjes. En die kijken allemaal of het klopt wat er op dat briefje staat. En dus om de uitslagen van dat ene stembureau te vervalsen, heb je al de hulp van drie mensen nodig. Om dus de uitslagen van, zeg heel Amsterdam, te vervalsen, dat is al een samenzwering waar je honderden, zo niet duizenden mensen voor nodig hebt. Dus het is een systeem wat door de jaren heen gegroeid is, waarbij alle niveaus elkaar kunnen controleren. En je dus kunt zeggen, als een partij in de Tweede Kamer komt, dan weet je ook echt dat er mensen op gestemd hebben. Nu, bij deze verkiezing is het zo dat je drukt op een knopje in de computer. Alleen, die computer zegt aan het eind van de dag, bliep, 417 mensen hebben op de PvdA gestemd en bliep 328 op iets anders. Maar wat zegt mij dat? Dat betekent dat een programmeur, ik ben zelf ook programmeur, een programmeur heeft gezegd, tel iets op bij het vakje van die partij. Wie controleert dat? Die software mag ik niet inzien. Die wordt bedrijfsgeheim geacht. Dus de samenzwering die je nodig hebt om de verkiezingen te vervalsen, is geslonken van duizenden mensen naar hooguit 10. Nou, dat vind ik eng. Als ik nu wakker zou worden uit een coma en 15 jaar in een coma had gelegen en ik had gekeken naar de wetgeving van nu en de wereld van nu en de angst van mensen en je zou moeten gaan bedenken wat is er gebeurd. En dan zou je denken aan een atoombom op Utrecht en Europa is uiteengevallen in kleine republiekjes die elkaar te vuur en te zwaard bevechten en op elke straathoek vallen doden. En dan kun je deze angst begrijpen, dan kun je begrijpen hoe mensen nu zijn. Maar de mate waarin mensen zich bang hebben laten maken en hoe weinig daar eigenlijk voor nodig is geweest. Ja, ik kan daar wel. Het verrast mij. Er komt straks een databank en daar zit van iedere Nederlander in waar die allemaal geweest is op het web. En met wie die allemaal mail, naar wie die allemaal mail verstuurd heeft en van wie die mail heeft ontvangen. Ja, dat vind ik heel raar. En beklemmend ook. Ik ben gewend aan het principe dat je verdacht bent en dat je op grond van die verdenking dat er onderzocht wordt en dat er gegevens over je worden bijgehouden. We gaan toe naar een land waar over iedereen eigenlijk alles permanent wordt bijgehouden. En men zonder enige machtiging of wat dan ook op aanvraag kan zeggen van nou, we gaan eens even 5 jaar terug in de tijd. En we gaan eens even kijken wat is er allemaal gebeurd. En wie heeft er allemaal met wie gebeld, wie heeft er met wie gemaild. En dat vind ik heel beklemmend en bedreigend. Je komt in een situatie terecht waarbij de mensen die de macht hebben over die databanken feitelijk de macht hebben in Nederland. En dat is nu misschien minder bedreigend dan het in sommige situaties in de toekomst zou zijn, maar die infrastructuur gaat niet meer weg. Eigenlijk wat we nu dus bouwen verdwijnt niet meer. Eigenlijk leg je dus de infrastructuur aan die ideaal is voor een totalitaire staat. Ja. Als je kijkt, veel mensen weten niet dat elke kleurenprinter van dit moment, elke moderne kleurenprinter, print zijn serienummer op elk lichter stukje papier. Als jij een vierkante centimeter hebt van een modern kleurenprinter geprint papiertje, dan zit er op die vierkante centimeter het serienummer van die printer. Onzichtbaar. Onzichtbaar, in gele stipjes gedrukt. Dat betekent dat je met elk stukje geprint papier wat je in handen hebt, terug kunt naar de eigenaar van die printer. En de KLPD zegt ook al van dat gebruiken wij dankbaar om mensen op te sporen die een stukje papier geprint hebben. Ja, dat is Erich Mielke, de man achter de schermen van de DDR, droomde van dit soort dingen. Die hadden registers waarvan elke typemachine in de DDR, was er een velletje getypt zodat ze konden opsporen welke typemachine dat was. Die droomden daarvan en wij hebben daar met z'n allen om gelachen. Al tijdens de DDR en ook zeker na de val van de DDR heeft iedereen gelachen om de controledrang van de Stasi. Dat ministerie voor Staatssicherheid wilde van alles weten en had van iedereen alles. En die hele drang, dat was een lachwekkend. En nu bouwen we het zelf. En dan kan je zeggen van ja, is dat zo bedreigend? De regering is toch oké? Maar
In andere landen wordt dat nu natuurlijk al gebruikt om dissidenten op te sporen. Wat zegt een printerfabrikant als HP of Epson of wie dan ook op het moment dat de Chinese overheid zegt van dit stukje papier hier, daarvan willen wij weten wie het geprint heeft. Zeggen ze dan nee sorry? Nee, natuurlijk zeggen ze niet nee sorry, zodat de Chinese markt niet kwijt. Maar dat betekent dat je dus techniek hebt gebouwd waarmee iemand die een vlugschrift tegen de overheid heeft geschreven gewoon in de bak belandt of erger. Ja. Yahoo levert actief mensen uit aan de Chinese overheid. Dissidenten. Zij helpen mee met het opsporen van mensen die de Chinese overheid onwelgevallige informatie hebben verspreid op het internet. Dus je stuurt e-mails via Yahoo? Bijvoorbeeld. En er zijn een aantal gevallen nu bekend waarbij Yahoo mensen heeft uitgeleverd aan de overheid omdat ze dingen schreven die de overheid niet bevielen. Nee, daar. Je moet je dus heel erg afvragen van wil je al die techniek wel bouwen op het moment dat er zulk misbruik mogelijk is? Wil je die hele infrastructuur wel hebben? Wil je wel camera's boven alle snelwegen waarbij je weet waar al het autoverkeer is in real-time? En ook nog twee jaar geleden. Wil je wel een OV-chipkaart die niet anoniem te krijgen is? Waarom? Ja, zodat je de reiziger op maat gesneden aanbiedingen kan doen, zeggen de vervoersbedrijven. Wil je dat wel hebben? Wil je wel dat van iedereen bekend is die ging op dat moment van A naar B? Op het moment dat je namelijk het hele autoverkeer in de database hebt zitten en de locatiegegevens van alle mobiele telefoons en het OV, wat niet meer anoniem te reizen is, dan houdt het wel een beetje op met je meer dan fietsafstand verplaatsen. Zonder dat in de database opduikt. Ja. Willen we dat? Is dat echt wat we willen? Denk daar nou eens heel goed over na. Is dat nou echt wat we willen? En dan kunnen we nou echt niet verzinnen dat daar een toekomst is waarin je daar heel veel spijt van krijgt. Dat je dat hebt gebouwd. Je neemt een enorme hypotheek op de toekomst eigenlijk, ja. Op die manier. Je gaat ervan uit dat de overheid van nu tot in de eeuwigheid volstrekt betrouwbaar is. En dat de belangen van de bevolking en die van de overheid elkaar volkomen overlappen. En dat we in noodgevallen altijd van de regering af kunnen. En zo niet, dan wil je deze techniek echt niet hebben.